Je hebt ook een spannend gesprek met je vader gehad. Hoe was dat? Ja, dat was een heel bijzonder gesprek. Ja, ik had een timelapse met de volstroom. Heel snel volstroom. Dat is leuk. Ja. Oké. Wordt goed. Fijn. Hey, bedankt weer. Oh, dat was dat piepje. Bedankt. Bye, brother. Hey, bedankt hè. Oké. Staan en kijken hoe je dingen snel kunt repareren. Dat kan eigenlijk niet in een fotocamera of een videocamera die heel duur is. Ja, daar kan niet iets heel handigs in zitten. En continu opnemen. Genoeg accu's mee. Die Gorilla Pod, daar ga ik er ook binnenkort weer eentje van bij komen. Wat die Sony RX100 Mark IV heeft, is dat die heel snel aangeeft dat die te warm wordt en dat die gewoon automatisch die opname uitschakelt. En daar heb je bij een 80D natuurlijk heel veel last van. Het gaat gewoon door en die wordt niet warm. En dan stop je een nieuwe batterij. Oh ja, die batterij. De batterij van de RX100 die gaat enorm snel op. Dus ik heb er 3 accu's bij gekocht. Ik ben vandaag bij Martijn Standaard geweest. Van de sales director. Sinds 3 maanden van FC Utrecht. Foto's maken en video's maken. Die camera die hoeft ook niet op je gericht te staan. Je moet... Ik heb een probleem met dat in de camera kijken. Films, boeken, alles draait om verhalen. Iedereen wordt geamuseerd, origineerd, onbeschaamd. Gewoon doen. Want het heeft nut. Alleen het probleem is dat mensen zich schamen. Is het jouw leven? Ik vond het ook. Is mijn leven nou zo saai als het op beeld lijkt? Ik heb wat timelapses gemaakt en vroeg me af. Je zit eigenlijk alleen maar achter je bureau. Hoe saai is dat? En het kan ook zo zijn, is dit vloggable? Begin met vloggen en kom erachter van, jezus, mijn leven is best wel saai. Ja. En je moet je ook echt gaan richten op een audience. Gewoon andere mensen interviewen. Zij doen het werk, jij stelt de vragen. Als dat duwtje niet komt, dan blijft deze jongen zitten. In je puberteit, ik denk dat iedereen naar je kijkt en die ziet er zo raar uit. Onzekerheid. Inspiratie uit liefde, motivatie uit angst. Dat is mijn moment. Het was fantastisch leuk om in die zomer 50 mensen te bezoeken, van mij, 50 mijn momenten te bezoeken, die ging filmen. Doen! Hey, voetballen! We gaan even naar de voetbal. Hey Marcel, hey. Hey, hallo dan. Moet ik naar de andere kant? Wow, Boris. Zo, kijk. Ga maar door, Boris. Ga maar door. Oma is al weg. Hey papa, kijk, dat ding wordt steeds donkerder. Ja, als het licht aan is, dan gaat hij aan. Ik moet het dashboard, of die accu moet ik ook... Of hij moet naar de garage. Ga je weer een vlog maken dat je zo werkt en zo? Dat ja. Ja, en dan lekker muziekje eronder. Een nieuwe huis.
Een nieuw huis? Zijn ze aan het bouwen? Echt zo slow, de school gaat veel sneller. Ja, die gaat lekker sneller. Dan moet ik ook al zo naar... En eentje bij ons. We zijn nog net begonnen, Joep. Ja. Wel. We zijn nog net begonnen. Welke dat? Ja. Nee, maar dat was zo... Nee hoor. Nee. Er stond nog zo'n keetje met allemaal graffiti erop. Ja, veel leuker dan niks. Dit is al niet niks. Ze zijn nou toch aan het bouwen? Zo, aan de buitenkant doen. Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, zo. Ah, ik zie mezelf. Hallo. Is de kamer aan het zijn? Hallo. Hallo. Hi, Oma. Hi, lieve. Hi, Lola. Hey, Jas.